Hallo jongens en meisjes, hoe gaat het mee? Mijn naam is Jan, ook wel Raski genoemd. En vandaag heb ik weer een nieuwe commentaar voor jullie. Je ziet op de achtergrond een Team Defend gameplay op de map Bootleg. Ik speel met de PM9 en haal er een mol op mee. Daarom is het onderwerp van vandaag ook de PM9. Omdat ik het in mijn opzicht een van de beste submachine guns vind in dit spel. Maar voordat we naar het onderwerp gaan, wil ik nog even zeggen... Want vandaag... vandaag in de ochtend was ik naar de tandarts gegaan omdat ik last van mijn verstandskiezen had. En hij zag het meteen, want mijn tandvlees was helemaal opgezwollen en was helemaal dik en alles. Dus hij maakte foto's van mijn verstandskiezen en ook nog andere kiezen. En daarop zag hij dat ze helemaal de verkeerde kant op groeiden en dus alle andere tanden ook de verkeerde kant op duwden, zeg maar. Dus daarom kreeg ik een verwijzing mee naar de kaakchirurg. En die hadden we dus gebeld. En die zei dat ik meteen morgen moest komen. Omdat het gewoon zo snel mogelijk eruit moest. Dus morgen moet ik naar de kaakchirurg. En zal hij er één verstandskies eruit halen. Of misschien wel twee. Ik heb geen flauw idee. Ze moeten er misschien wel alle vier uit. Dus ik heb geen flauw idee hoeveel die eruit zal halen. Maar daarom weet ik dus niet zeker of ik morgen... Daar liep er een, Jan. Zeg ik het alweer, hè? Ik ben echt scheef zo. Maar daarom weet ik dus niet of ik... morgen een commentary of een video of iets dergelijks kan uploaden. Want als ik te veel last van mijn mond heb of als ik te veel last... Of als ik dus gewoon niet kan praten, zeg maar, dan gaat het niet lukken. En daar in dat kamertje waar ik net keek, daar lag er toch wel een. En deze ik ook om. Maar kijk, die defense controller was kapot of iets. Ik weet niet wat ik deed. Kijk, maar hier ligt hij. Hallo. Headshot. Maar, ja, dus ik weet niet of ik morgen een video heb, maar dat zal je wel zien. En anders, woensdag komt er sowieso weer een en dan gaat het gewoon weer door. Snel naar het onderwerp. Het onderwerp is de PM9, want heel veel mensen vinden dit wapen volgens mij best wel irritant te gebruiken. Ze vinden hem helemaal niet sterk. Maar ik vind dit een van de beste submachine guns. Zoals je hier kan zien, ik heb er ongeveer 8 mil mee gehaald toen ik gold camo aan het halen was. Dit is er een van. Ik heb er nu ondertussen al gold camo voor, maar daar heb ik er nog geen mil mee gehaald. Dus ik dacht, gebruik deze wel met de awesome camo. De PM9 speel je vrij op level 56. Er kunnen 32 kogels in zonder extended max. En met extended max wordt het verdubbeld met de factor van... Wacht even, hoor, even uitleggen. 48 kogels met extended max. De reloadtijd, als er nog kogels in je wapen zitten, in je ammo capaciteit zitten, dan heb je een reload speed van 3,03 seconden. Maar als je hem helemaal leeg schiet, dus dat je moet reloaden om weer te kunnen schieten, heb je een reloadtijd van 3,97 seconden. De damage is 35,20. Dus dat wil zeggen dat je 35 damage doet van dichtbij. Dus dat je 3 kogels nodig hebt om iemand te killen. En van een afstand, dus zeg maar van verre afstand, dus naar de andere kant van deze map, heb je een damage van 20. Dus dat wil zeggen dat je 5 kogels nodig hebt om iemand te killen. Als perk zou ik gebruiken, als eerste perk zou ik gebruiken Scavenger. Want je spreekt heel veel met dit wapen, omdat je eigenlijk alles moet noscopen. Want zodra je inzoomt met dit wapen, zit je gewoon met je richtpunt in de lucht. Je schijnt gewoon naar de maan of zo en je kan dan helemaal niet meer schieten. De gameplay is zo te zien al afgelopen, maar dat maakt niet uit. Ik zal er wel een andere gameplay onder zetten, want ik ben nog lang niet klaar. waar was ik? Oh ja, bij de eerste perk. Of nee, bij de recoil. De recoil van dit wapen is dus super groot dat je scavenger nodig hebt, omdat je zoveel spreekt en dus ook noscoped. Want dus zodra je inzoomt, ben je gewoon het hele ventje kwijt waar je op inzoomde. En lukt het dus niet. Ik dacht dat mijn ding niet aan het opnemen was, maar dat was die. En dan gaan we door naar de tweede perk. Als tweede perk maakt het eigenlijk niet heel veel uit wat je gebruikt voor dit wapen. Je kan Assassin gebruiken, je kan Blast Shield gebruiken. Het maakt eigenlijk niet heel veel uit, maar ik zou Assassin gebruiken omdat Assassin werkt in elke gameplay. Het maakt niet uit welke gameplay je gebruikt. Assassin werkt er wel in. En als derde perk, als laatste perk, moet je sowieso Steady Aim gebruiken. Omdat je zoomt eigenlijk nooit in met dit wapen. En daardoor spray je echt die hele ventjes vol. En zonder Steady Aim schiet je dus minder veel raak. Als attachments op dit wapen zou ik, zoals je in de gameplay, vorige gameplay ook zag, Extended en Silencer gebruiken. Want door een Silencer kan je nog beter noscopen, maar neemt de damage wel een beetje af. Dus daardoor kan je er ook Rapid Fire op gebruiken als je dat liever wil. Alleen het nadeel van Rapid Fire is weer dat je op de map verschijnt. Dus als je een kamp inrent met dit wapen, wat erg aan te bevelen is. Zo, dat was een moeilijk woord. Te aan
Ah, nu zeg ik het verkeerd. Nou, je weet wat ik zei. Dus als je recht een kamp inloopt, dan is het handig met dit wapen, omdat je eigenlijk alleen van dichtbij goed kan schieten. Op afstand werkt die niet zo erg veel, omdat je dan ook moet noscopen en dat werkt nou helemaal niet. Maar als je dus geen silencer hebt, dan verschijn je op de kaart en dan weten ze precies waar je zit. Daarom gebruik ik het liefste rapid of silencer op dit wapen. Ja, dus over het algemeen, ik vind dit zelf een van de beste SMG's voor close combats. Als je niet te ver van een ventje afstaat, dan is dit echt een handig wapen om te hebben. En ik heb er ook al veel mogels mee gehaald, dus ik blijf hem zeker gebruiken. En dit was het, alles wat ik wilde zeggen. Laat een groen duimpje achter als je meer van dit wil zien. Laat geen groen duimpje achter als je er geen zin in hebt of als je het slecht vond. Laat een duimpje omlaag. Ik heb een flauw idee wat je wilt doen. Morgen, ik weet dus niet of ik een video kan uploaden zoals ik aan het begin van het commentary zei, maar dat zullen we wel zien. Als er wel een filmpje komt, dan komt er wel een filmpje, maar anders komt er woensdag weer een. En ja, tot de volgende keer.